Een clubje. Ja, 98. En een hoop bestek, je kan uit eten, maat. Kunnen we vanavond lekker eten. Je kan kogels eten. Je kan kogels wegscheppen, ja. Haba. Het is wel een bijzondere. Kijk, ik hier ook een huls. Ja, ook een huls hier. Ja, man. Super. Goed bezig. Goed. Ja. Ja, man. Geef hem maar aan. Draai hem maar. Kan jij hem openslaan? Nee, jij mag hem ook wel openslaan. Nou, waarvoor dan? Nee, is jouw kistje. Nee, jouw kistje. Nou, kijk eens. Ik had er een geldkistje uit. Wim, die gaat me nou filmen. Laten we hopen dat hij vol zit, man. Ja, nou, zeker. Ja, man. Helemaal vol. En volgens mij is dat allemaal eurogeld. Oh, nee. Frank. En wat is dit dan? Dit is toch een tweetje. Kijk dan, een Turkse tweetje. Turkse. Maat, hij zit helemaal vol met... Sieraden ook. Ja, man, sieraden. Kijk dan, een voetbalspeler of zo. Of een Pinocchio. Kijk hier, Pinocchio. Wow, kijk hier, sieraden. Ja, man. Hij zit helemaal vol met munten. Kijk dan, ook allemaal verschillende munten. Zo, 50 frank of zo. Oh, ja, maakt niet uit. Kijk eens eventjes. Ja, man. Ja, ik koop oude munten, weet je niet? Ja, dat bedoel ik. Kijk, voor mij is dit een 5 gulden. Of nee, man. Wat is dit nou? 1 pond? Zo, maar die is dik, man. Ja, man, verschillende munten. Hey. Zo, kijk eens even. Zijn er wel wat... Ja, man. Kijk eens, ook een sieraad. Ja, man. Kijk eens, nog een sieraad. Kijk, dit is... Wacht eens even. Wie staat er nou op? Ja, dit is zilvermaat. Hey, maar wie staat er nou op? Maria, heilige Maria. Maar dit is zilver, man. Ja, 100. Kijk eens, dit is al zilver. Ja, en dan nog meer munten. Kijk eens, een vierkant, ook zilver. Ja, man. Ja. Met een of andere, ja, man. Krijg je het goed in beeld? Ja. Met een stier of zo erop, een bok. Ja, man, munten volop, yes. Ja. Kijk eens, hier overal zit wat. Kijk even, ik doe even een hand. Kijk eens eventjes, zo. Hoeveel munten wil je hebben? Nou, dan heb ik de hele dag niks. Nou, dan heb ik graag dit, hoor. Kijk eens, een munt met een rond gat. 10 pesos. Belgium. 1905, maat. 1905. Ja, man, dit is sowieso zilver, man. Kijk eens, nog eentje. Nog zo'n ronde munt. En een grote ronde munt. Maat. Maar goed, dan zelf openmaken. Ja. Kijk eens, 1908. Kijk eens eventjes. 1908. Wow. Maat, hier zit echt wel zeldzaam. Ja, ja, ja. Wacht even, man. Kijk even wat er onder allemaal nog in zit. Hier, die munten zijn er allemaal uit. Hier, kijk eens, gouden munt ook, of niet? Wat is dit dan voor munt? Nou, die klinkt wel... allemaal zilver, man. Zilver coins van 1900. Hier, Duitse mark, 1954. Wat is dit dan, joh? Een gouden munt met PS erin. SJ erin, met een munt. SJ, zou dat geen gouden munt zijn? Kijk eens, maar nou sieradendoosjes. Nou, hier zit helaas niks in. Kijk eens. Gold. Gold? Yes, gold. I got gold. Yes. Kijk eens, maat. Ja, MP40 magazijn, nee. Horloge. Zal die erin zitten? Nee, helaas. Maar kijk eens even, maat. Wow! Maat, wow! Kijk dit. Wow, ja, man. Kijk dit, hoeveel sieraden. Wow! Je hebt een tas vol! Ja, man! Tas vol! Hier ook foto's, man! Hier ook foto's, man! Ja, man! Foto's, sieraden, everything! Yeah, man! Dit is een good box! Do you mind if I take a picture? Ja, you can take a picture! 5 euro, please. Kijk, diamanten, allemaal stenen of parels. Maar dat zullen wel echte parels zijn, denk ik. Kijk eens, hoeveel munten, maat. Wow. Die munten zijn allemaal oud ook, hè. Super dik. Hier, een geurtje of zo. Ja, man. Super dik. Carwash. Carwash, oh.
Ja man, kijk hier. Volle. Kijk hem genieten, kijk hem genieten. Ja man, kijk eens. Ja, hier weer zo'n oude munt. Ja. Weer zo met een rond gat. 1905. Jazeker wel, haba. 1905. Maat, het zijn volle bijzondere munten man. Zit er nog een bijzondere munt bij? Wat is dit dan? Belgium, 5 frank. 1971, boeien. Ah, dat valt alweer tegen, hè? Ja, man. Super geld is dit. Vol op munten erin. Kijk eens, weer zo'n koperen. Weer zo. Oh, kijk eens een hangetje. Wow. Hier, 1921. Doe eens even kalmpjes aan, jongens. Hé, hey, joh. Sorry. Nog daar een munt. Kijk hier, nog een munt. En wat is dit? Hier een horloge. Ja, ja. Nou, daar is niet meer veel van over. Dat is een oud geldkistje, maat. Ja. Dit is echt... Kijk hier, gold. Ja, yeah, man. Dit is really gold. Kijk, ja. Yeah. Gold. Gold. Really. Zo, dit is een gouden hanger, zeg. Kijk eens. Ja, ja, ja. Ja, man. Wow. Zien jullie het goed? Kijk eens. Zie je het goed op beeld? Ja, ja, ja. Ja man. Top. Dit is een gouden hanger, man. Wow. Hij moet wel aardig wat na te kijken. Ja, hey, man. Dit is weer een leuk geldkistje, man. Zeker. Thuis eventjes op een handdoekje gegooid. Maar moet je eens even kijken wat voor buiten. Hey. En dit is allemaal van zilver. Dit is zelfs een gouden tand. Hier zo. Ja, echt bizar. Ja, dit zijn wat prilkettingkies. Wat kralenkettingkies. Maar deze heeft nog best wel een bijzondere sluiting. Maar helaas is het niet van waarde, de sluiting. Messing. Een leuke vlinder hebben we. Ook niet echt van waarde. Maar wel een hoop leuke muntjes. Zoals deze. Uit 1945. Yes! Dat is echt wel een leuke munt. Maar deze zijn ook echt heel bijzonder. Deze komt namelijk uit 1910. Deze was van zilver, 100%. Want kijk eens, zilver dat slaat blauw aan als het onder water is geweest, zeg maar. Of althans in een geldkistje of in de blubber heb gelegen. Deze komt uit 1934. We hebben er nog wat uit 1905 bij zitten. En voor de rest, ja, echt, echt volop muntjes. Pinocchio, die mag zeker niet ontbreken. Dit is echt wel een hele leuke, vette, gave vondst. Ja man, Pinocchio. Een vogel. Ja, Heilige Maria beeldjes. Die zijn ook niet magnetisch, maar ik denk niet dat ze van zilver zijn. Want bij die ene slaat er een, zie je dat? Een roestuitslag op. Maar ze zijn niet magnetisch in ieder geval. Ja, en ja, tuurlijk, kijk eens, die gouden tand. Oh mijn god, kijk eens. Kijk dit. Die tand zit er zelfs nog in. Ja, ik denk dat dat een kroon is geweest. Omdat hier zo bij mijn wijsvinger, zeg maar, dat wat hier zo zit. Ja, ik denk dat dat een soort bevestiging is geweest. Maar die tand zit er nog in, hé. Hey. Kijk dan. Ja, dat is best wel nasty eigenlijk. Maar gewoon een gouden tand, hé. Hey. In een geldkistje, wow. Ja, dit zijn helaas geen gouden sieraden. Dus het enige wat goud was... Was deze gouden tand. Maar wat allemaal van zilver is, is dit allemaal. Kijk eens. Moet je deze slavenarmbanden zien? En die wegen, hè? Die wegen geen grap. Die wegen echt veel. Kijk. Er staan zelfs tekentjes in. 9-16. En in deze staat ook een tekentje. Ja, echt super vet. Echt super vet. Maar ook in die hangertjes... Kijk, dit zijn allemaal van die heilige, althans, dit is een soort Neptunus of zo. Geen idee, laat het even weten in de reacties. Maar ook daarin gewoon tekentjes. Dit is dan 800, ook zilver. En deze te gave, ja wat is het, een salamander of een hagedis? Laat dat ook eventjes weten in de reacties. En ook die hoor, ja ja, even kijken waar het zilver tekentje is. Nou, die kan ik nou zelf even niet 1, 2, 3 vinden. Volgens mij stond hij in de staart. Nou, in ieder geval, dit is ook van zilver, 100.000%. Deze ketting is volledig van zilver. En die weegt ook echt mega zwaar. Hier zo zie je dat staan, 925.
Ja, en ook dit hangertje, ook van zilver. Ook super fijn. Dit hangertje, ook van zilver. Ook super fijn. En deze te gave zilveren sleutel. Ja, dit is echt mega fijn. Dit. Om te vinden. Even kijken. Voor mij stond er ook. Even kijken waar dat tekentje staat. Nou, ik krijg het tekentje nou niet gevonden. Nou ja, in ieder geval, het is van zilver, geloof het of geloof het niet. Ja, dit is waarschijnlijk niet van zilver. Dit is van messing. Maar kijk deze. Heilige Maria met rozenwater. Zien jullie dat? Hier zit gewoon water in. Waarschijnlijk heilig water of rozenwater. Hier nog een hangertje. Ja, echt. En dit is ook van zilver trouwens, deze ketting. Kijken of we dat nog een beetje in beeld kunnen krijgen. Oh. Nou, ik ben het allemaal kwijt. Nou, in ieder geval, wat alles wat blauw aangeslagen is, is van zilver. Dus dit is zilver. Dit, die hangertjes zijn allemaal van zilver. Dit is van zilver. Die hagedis, zelfs deze kralenketting is van zilver. Ja, dat is toch wel een leuke zilverbuit, zeg maar zo. En dan dit, ja, dit zijn ook wel leuke dingetjes, zoals die vogel. Helaas niet van zilver. Staat wel wat in, althans, er heeft wat ingestaan, maar hij is niet van zilver. En dan die gouden tand. Dus echt de waardevolle spullen, de edelmetalen, die zien we nu hier. En dan de prulletjes daar zo. Maar echt eigenlijk geen prulletjes, want het is echt wel leuk om te vinden. Zoals deze. En zoals deze. Volgens mij is dit Jezus. Ja, het is Jezus, gek. Wow. Tegennacht bruggen. Heilig bloed bruggen. Ja. Nog een ring. En een of andere slangenring nog. Van rood koper. En helaas is dit ook geen goud wat ik dacht. Zoals jullie eerder in de video al zagen. Ja. Maar wel echt ja, leuke vondstjes, man. Super. Dan gaan we nou afsluiten. Amen. In 3, 2, 1. Challenge!